Een nieuwe dag, een nieuwe woke-rel. Antwerp stadsbestuur verwijdert woke-portretten uit Trappenhal Arenberg. Ze wilden een beeld van blanke mannen doen verdwijnen. Bart, kun je even kort schetsen wat er aan de hand is? Want Antwerpen stond heel dag op zijn kop, hè, daarover. Ja, fijn. In mijn ogen gaat het eigenlijk over niks. We hebben dus een schouwburg en daar hangen sinds de 19e eeuw portretten van grote Antwerpenaren. 12 in de Trappenhal. Dat is eigenlijk erfgoed. Dat gaat over oude grote burgemeesters. Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Dat gaat over Pieter Appelmans, de architect van onze kathedraal. En de directeur had, zonder aan iemand iets te vragen, zonder te overleggen, gezegd, we gaan een aantal van die portretten wegdoen en vervangen door hedendaagse portretten die wat meer diversiteit uitstralen. Vind het op zichzelf geen slecht idee. Vind, je moet het oude aanvullen met het nieuwe, de confrontatie opzoeken en dan de synthese zoeken. Wat je niet moet doen, is het oude weghalen en vervangen door het nieuwe, want dan trap je mensen ook op je ziel. Een portret van Philips van Marnix van Sint-Aldegonde haal je niet van de muur. Zeker als dat een portret is dat er al van de 19e eeuw is. Ja, ja, maar en dat iedereen dat verhoort tot die trappenhal, dat doe je toch zo. Ja, iedereen verhangt al eens een schilderijtje in zijn huis toch ook? Hè? En werden ze dan echt weggedaan of gewoon verhangen? Of zo? Verhang je welke schilderijtjes in je huis? Ja, maar ja, zo 19e eeuwse kostbare stukken, zet je die soms gewoon in de kelder? Om dan... Maar gingen ze, ze vlogen naar de kelder ook? Ja, ze zijn verdwenen. En dat is natuurlijk de fout. Hadden nu gezegd van kijk, we moeten ook iets anders tonen. Want ons publiek verandert, de stad verandert, onze bevolking verandert. Dan denk ik, oh, dat is een prima idee. Je kan in de foyer, op andere prominente plaatsen, hedendaagse beelden hangen. Men heeft die gevonden, ik vind die ook prima. Ik vind ook de confrontatie mooi. Want het zijn natuurlijk oude, vooral mannen, van het verleden. En je ziet inwoners van het heden, die er heel anders uitzien. En die dialoog is boeiend en daar kan dan synthese uitkomen. Maar wat je niet doet, is de ene cancelen ten voordele van iemand anders. Want dat is nu net wat woke is. Hè. Mm-hmm. Dat is niet iets opbouwen, maar iets afbreken om plaats te maken voor iets anders. En daardoor creëer je geen begrip voor het nieuwe, maar creëer je veel onbegrip en woede en emotionele reacties. Van mensen, ja, maar als je dat zo zit, dan moet dat allemaal buiten. Ja, op... En we hebben voor alle duidelijkheid niks buiten gesmeten. We hebben gewoon gezegd, hang die vier schilderijen terug en hang die andere vier dingen er ook gewoon bij. Ja, of achter een hoekje. Maar nee, niet achter een hoekje. Die hangen in de inkomhal en in de foyer. Ik weet niet of jij in theater zit, jij volgens mij alleen in de foyer. Dus je zal waarschijnlijk alleen die beelden zien. Tenzij het een Studio 100 foyer. Ja. Er kwam veel te duur. En zelf, Diapa Boudjadja, die had kritiek. Het is geen woke-fan, dat mogen we zeggen. Dus hij zei dat de stad Antwerpen zich bemoeit met wat er aan de muur van een theater hangt, is gewoon autoritarisme. Dit is niet vechten tegen woke, dit is doen wat woke doet, namelijk het cancelen van cultuur. Dus eigenlijk ben je zelf een wokie. Ja, hij heeft vanuit de heup geschoten, wat Diab Aboujadja wel eens vaker doet. Hij weet heel duidelijk niet wat er aan de hand is, want er is niks gecanceld, er is niks verwijderd. Wij hebben net opgetreden tegen het verwijderen. En dat moeten wij doen, hè. Maar lijkt me toch logisch, dat is stedelijk patrimonium. Die schilderijen, dat is een collectie van de 19e eeuw van grote Antwerpenaar. Die is bijna onroerend door bestemming. Je kan die niet zomaar wegdoen. Als je dat zou willen doen, moet je minstens eens overleg plegen met de stad en zeggen, ik heb een idee. We gaan een radicale verandering, kunnen we er eens mee over nadenken, draagvlak zoeken. Wat je niet doet, is zeggen van, wow, ik beslis dat even zelf, ik doe die weg. De stad zal dat wel, de burgemeester zal dat wel in de krant lezen, want zo is het gegaan. Ik heb dat in de krant gelezen en ik verslikte mij even met een koffie. Dat ik denk, oei, hebben we Pieter Appelmans en Philips van Marnix gecanceld in mijn stad. En dan heb ik gezegd... Het is niet gecanceld, hè. Ze zijn verhangen. Hè. Nee, ze zijn verdwenen. En dan heb ik eigenlijk gezegd, jongens, ik snap wat je wilt doen. Laat ons dat in stilte repareren. Laat ons er geen ophef, want het is al maanden geleden. Hè. Ik zeg, doe gewoon als het theater dicht is in de paasvakantie. Hang die vier terug. Hang die andere vier op een prominente plek. Case closed. Niemand zal dat gezien hebben. Geen ophef. Maar ja, ik denk, die directeur heeft ontslag gegeven. Die is dan voor een politieke partij gaan werken. En ik denk dat hij heeft gedacht, ik zal... mijn wraak nog hebben. En dan is dat in de krant voorgesteld als iets onwaarschijnlijk. Maar ja, toch, wij zouden gedaan hebben. Alle partijen die zijn er ook vandaag mee bezig geweest. Maar en ja, jullie staan in de gemeenteraad een beetje alleen? Of niet? Ja, maar dat ben ik wel gewoon, eerlijk gezegd. Als je gelijk hebt, dan sta ik graag alleen. Het is vervelend alleen te staan als je ongelijk hebt. Ja, maar mijn vader dacht ook altijd dat hij gelijk had. En dat was niet altijd maar als hij over u sprak, had hij wel meestal gelijk. Maar ja. Ik heb die mensen ook gekend, echt waar. Je had meestal gelijk, Geert. We hebben het over woke, Bart. Ja, er zijn heel veel verschillende definities over woke. Of tenminste, mensen gebruiken veel definities over woke. Hoe defineer jij? Ja, dat is niet zo gemakkelijk, want daar gaat het hele boek over. Maar ik heb mij vooral de vraag gesteld. Ineens in Amerika stemmen mensen op Trump. En dan moet je toch wel heel boos zijn, denk ik, om voor zo iemand te stemmen. In Verenigd Koninkrijk stemmen ze voor de Brexit. Ook al is dat, denk ik, geen verstandige beslissing. Hier zie je in de peilingen heel extreme partijen opkomen. Dus heel veel mensen zijn blijkbaar heel kwaad op de elite. En... ik zie heel vaak in de persanalyses van Trump en de Brexit en extreem rechts of extreem links.
Maar wat men zich nooit afvraagt, is waarom zijn die mensen dan zo boos? Dragen wij, elite, cultuurdragers, media, dragen wij er niet toe bij dat mensen boos zijn? Ik denk van wel. En ik denk dat dat inderdaad met die woke-cultuur te maken heeft. Dat men in plaats van iets op te bouwen, het oude wil afbreken, het eigene wil afbreken, zoals die meneer Infantino van de Voetbalbond zei, Europeanen moeten 3000 jaar nog sorry zeggen voor hun verleden. Ja, mensen horen dat niet graag. Ze zeggen, waren wij dan voor alles verkeerd? Zijn wij verantwoordelijk voor alles wat er fout ging in de wereld? En nog altijd? En moeten wij effectief ons hoofd laten hangen in schaamte? Mensen pikken dat niet en worden dan boos. Maar, je verliest die. Maar ik vroeg eigenlijk, wat is voor jou de definitie van woke? Woke is eigenlijk dat afbreken. En waarbij ze in het begin emancipatiegroepen wilden helpen, minder groepen wilden helpen. Maar volgens mij helpen ze die ook niet. Je helpt mensen niet door ze als slachtoffergroepen te gaan definiëren. Op den duur is je enige identiteit nog dat je een slachtoffer bent, omdat je een vreemde afkomst, je bent een vrouw, je bent homoseksueel, je bent transgender. Dus je bent een slachtoffergroep en dan moet je in een safe space worden gestopt. Want niks wat jou zou kunnen verontrusten mag je nog bereiken. Daar help je mensen ook niet mee. Manor, wat is voor jou woke? Heb je daar een definitie van? Heb je daarover nagedacht? Ik heb daar eigenlijk nog... Eigenlijk? Ik ben er niet super hard mee bezig. Ik ben er eigenlijk ook een beetje tegen, om heel eerlijk te zijn. Ik ben daar niet mee bezig, omdat ik sowieso elk extreme slecht vind, verkeerd vind. Dus zowel de mensen die constant... Want ik krijg ook heel vaak dingen naar mijn hoofd gesmeten van je bent niet woke genoeg. Of soms zeg ik iets dat dan plots weer wel woke is. Door je afkomst? Dat wordt zeker van mij verwacht. En ik hou mij daar niet mee bezig. Ik heb mijn mening over bepaalde dingen. Maar ik denk dat ik dan zou zeggen van mezelf dat ik tussen de twee zit of zo. Bij mij hangt het af van waar gaat het over? Wat is de intentie van iemand? Wat wordt er eigenlijk gezegd? Is het kwetsend bedoeld of niet? Dat is heel belangrijk. Wat is de intentie van iemand? Ja. Op de duur verschuift het niet. Nou, wat heb jij bedoeld? Maar hoe heeft iemand anders het gehoord? Maar ja, dan kan je op de duur niks goed meer zeggen. Voilà. Als de verontwaardiging van iemand betekent dat wat jij gezegd hebt niet kan, je hebt dat ook eens meegemaakt, Gert, dat je iets zegt met een bepaalde intentie, maar dat je wordt afgestraft omdat mensen iets anders horen, een andere intentie horen. En jij hebt dan hier bijna je verontschuldigingen of heb je je verontschuldigingen aangeboden? Ik kan het mij niet herinneren, Bart. Ik denk dat je gevoelig moet zijn, je moet empathisch zijn, je moet rekening houden met mensen. Je moet niet shockeren, je mag mensen beledigen, maar je hoeft het niet te doen. Maar wat echt niet kan is, ik zeg iets, ik zeg ik ben blank, ik ben niet wit, mijn hemd is wit, ik ben blank. Ah, je bent racist. Ja, waarom? Waarom? Omdat ik mezelf blank noem, ben ik dan racist? Maar laten we blijkbaar wel. Naar de basis van het woke. Mensen, de wokers zeggen dat ze structurele discriminatie willen bestrijden. Ja. Daar kan toch niemand tegen zijn? Nee, maar dat doen ze ook niet. Hè? Weet je, zowel Demir, als die het lagere school gedaan had en vroeg die studieadvies. En weet je wat men zei? Ja, dochter van een Turkse mijnwerker, ga jij maar eens niet te na doen. En niet omdat men racistisch was, maar men dacht, we gaan die beschermen. Dat moet allemaal niet te moeilijk zijn. Als ik dat hoor op school, we gaan geen punten meer geven. Correct Nederlands kunnen spellen is niet meer zo belangrijk. Het is allemaal wat moeilijk. Wie help je daar eigenlijk mee? Zo hou je mensen klein, zo hou je mensen slachtoffer. Maar is dat woke? Dat is echt woke. Dat is in mijn ogen echt woke. In plaats van iets op te bouwen naar een nieuwe synthese, het oude af te breken, de lat lager te leggen. Je zegt, iedereen moet gelijke kans hebben, wordt dan iedereen moet een gelijke uitkomst krijgen. Maar zo werkt het niet. Daar gaat ons onderwijs aan ten onder. Nu, er staan een paar straffe dingen in het boek. Er staan heel veel voorbeelden in. Hè. Een voorbeeld, over de zaak Bart de Pauw. Oei. Daar schrijf je dit. De maatschappelijke gevolgen die Bart de Pauw ten prooi vallen zijn disproportioneel. Er is geen vergiffenis mogelijk voor wie een woke misdaad pleegt. Je kunt beter in Syrië als IS-strijder gaan vechten. Dan zal de postmoderne woker een tweede, derde, zelfs vierde kans eisen. Ja, dat is toch ook zo. Ik heb het heel moeilijk gehad met die zaak om verschillende redenen. Eén, er was nooit strafklacht ingediend. En de Belgische overheid heeft een instituut dat die burgerlijke partijen heeft gerecruiteerd en gefinancierd. Dus mensen die... Ik spreek niet over de feiten, hè, het laakbaar gedrag, dat ga ik nooit goed praten. Maar als de overheid begint met te zeggen, we gaan dat proces tegen jou financieren, dat vind ik niet de taak van de overheid in de rechtsstaat. Dat is wel gebeurd. En heel veel van die partijen hebben ook ongelijk gekregen. Er waren 13 partijen, ik denk dat er 7 zijn afgewezen. Toch wordt hij voor een aantal dingen veroordeeld. En dan zie je de gevolgen van die veroordeling. Dat is de maatschappelijke dood. Want iedereen is zo bang voor die wokers, dat niemand nog durft spreken. Want dan denk je, ja, maar dan ga ik misschien in het vizier komen. En dat is echt onrecht. Hè? Dat is ook de reden waarom Bart de Pauw waarschijnlijk nu niet meer wordt opgepikt. Ja, niemand wil er al mee werken, want dan krijg je heel die wokbrigade tegen. Van, ja, maar ja, die heeft iets tegen vrouwen en jij haalt die aan. Ben jij dan ook zo? Dat kan toch niet? Op den duur is dat een cultuur van angst. We gaan daar niet meer over spreken, we gaan daar niet meer naar kijken. En dat is echt onrecht dat op die manier gebeurt. Echt onrecht. En dat vergelijken dan met die Syriërs? Wel, als ik zie... Dat, en terecht, hè, een 17-jarige jongen uit Antwerpen, die trekt naar Syrië om de stoeren na te hangen, die loopt er waar rond met een Kalashnikov, die komt terug.
Moeten wij die publiek opvoeren? Moet iedereen weten wie dat is? Kan die nooit nog een tweede kans krijgen? Ik heb echt mijn best gedaan hoor, voor die jongens om die, als dat jeugdige stommiteiten zijn, te zeggen, laat ons die anonimiteit beschermen en laat ons zorgen dat die terug een kans krijgen in de samenleving. Maar het een is toch niet gelijk met het. Mensen zien die ongelijkheid, hoe de ene wordt behandeld voor feiten en hoe de andere wordt behandeld voor feiten. En ze zien ook wel, ja, een bepaald type mens en een bepaald type overtreding wordt genadeloos afgestraft, terwijl slachtoffergroepen, zogezegd, bijna niks verkeerd kunnen, moeten altijd terug geholpen worden. Nogmaals, zo help je die mensen niet. Hè? Je zegt zo ook krijg dat, je geen draagvlak, zo maak je mensen ongelooflijk. Mensen voelen onrechtvaardigheid. En ze beginnen daar ook op te reageren. En dan komen natuurlijk extremisten die zeggen, zie je wel, zie je wel. Ja, je zegt dat extreemrechts en woke elkaar versterken. Natuurlijk, die trekken elkaar zo omhoog. Zit er zo van Grieken dan in zijn handen te wrijven? Natuurlijk, als er een... maar uiteraard. Hè, je moet die zijn Twitter-account maar eens volgen. Oh, de vreugde dat er zo daarvan een overdrijving is. Ook Trump, allee, hoe kom je er naartoe? Trump, dat is alleen al de persoonlijkheid van die man. Allee, wat voor een figuur is dat? Dat hij de grootste democratie achter zich heeft gekregen. Hoe krijg je mensen zo boos, zo emotioneel, dat ze dat soort stemmen uitbrengen? Vrees je door je natuurlijk systematisch eigenlijk te vernederen, cultureel te onteigenen. Veel mensen voelen zich echt verraden door de elite, sociaal-economisch, door het globalisme. Dus je wordt achtergelaten. Maar ook cultureel, in hun identiteit. De discussie over Zwarte Piet. Mag Zwarte Piet van gedaante veranderen? Van mij mag dat wel. Van mij mag dat. Antwerpen is multicultureel. Ik heb graag dat alle kindjes Zwarte Piet graag zien. Maar als je zegt, wij eisen dat, want Zwarte Piet is racistisch, dan zeg je eigenlijk aan mensen, uw jeugd was racistisch. En uw ouders waren racisten. En uw grootouders ook. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar nee, hè. Dan blijft hij zwart. Hè. Die ga ik niet aan toegeven. En dan worden de wokers boos. En die twee die trekken elkaar zo omhoog. Er is tijd voor 5 prangende dilemma's voor een van onze gasten. Geen excuses, geen jokers. Alle kaarten op tafel. Waarom niet? En vandaag zijn de dilemma's voor. Tadaa, Bart er even op. Ja, maar het zijn echt... Maar waarom ik? Waarom ik? Geen niet, een ander. Ja, omdat iedereen dat graag wil weten van jou, Bart. Oké. Okay. Word je graag 50 kilo zwaarder, dus eigenlijk naar je vorige gewicht, of in de volgende regering terug in de oppositie? Ik wil voor mijn idealen veel doen, maar niet sterven, dus doe dan maar oppositie. Ja, voor alle duidelijkheid, dat is een echte foto, hè, die linkse. Ja, ja, er zijn er nog veel erger. Ah, oké. Okay. Jammer. Als we het hadden geweten, hadden we die gebruikt. Dilemma 2. Een week op een onbewoond eiland. Met Sammy Mehdi of met Egbert Lachaert? Mag ik die er dan achterlaten? Dan zou ik ze liefst alle twee meenemen. Ja, nee, je moet één van de twee kiezen. Eén van de twee kiezen. Wie denk je dat het leukste gezelschap is? Ik denk dat ik met Sammy Mehdi wel iets uit te praten heb. Ik weet niet of dat op een week gaat lukken. Ik zou hem dan wel meenemen. Sammy Mehdi, oké. Kies je voor Gaston en Leo of voor Samson en Gert? Gaston en Leo, Gert, want jij hebt me met Studio 100 ongeveer een appartement gekost aan producten en merchandising die ik voor mijn 4 kinderen heb moeten kopen. Daarvoor ben ik blij dat ik dat eens heb kunnen zeggen. Daarvoor ben ik je eeuwig dankbaar, Matt. Ja. Dank je wel. Ik heb je een boot betaald, hè. Ja, nee. Dilemma 4. Je zoon komt thuis met Anouna de Wever of je dochter met Prins Gabriel? Geld waard is. Ik wil geen palindroom in de familie. Ja, ik ken hem. En ik zou graag kleinkinderen hebben, dus dan gok ik toch op Gabriel. Gabriel. Oh, maar ja, dan wordt hij nog lid van de koninklijke familie, zeg. Ja, kijk. Ja, ik moet er iets voor over hebben. Laatste dilemma. Een wilde nacht met Tine van der Straten of met Gwendolyn Rutte? Ik denk dat met Tine van der Straten de kans wat groot is dat het licht zal uitgaan. Dus het wordt... Wegens gebrek aan elektriciteit. Dus, Ja, dat had ik gesnapt. Dus, en heb je dat dan liefst dat het licht uitgaat? Dat kun je elkaar niet vinden, hè, in de duisternis. Oké, dus het... Ja, van der Straten dus. Ja. Dankjewel, Bart de Wever. Graag gedaan.